Nou, mijn naam is IJsbrand Snoei en samen met mijn vrouw en kinderen wonen we hier nu al 15 jaar op deze mooie plek. Het is een combinatie van een zorgbedrijf, dus we hebben kinderen met autisme, ouderen met dementie en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat combineren we met een biologisch landbouwbedrijf. Dus waar we heel klein begonnen met 10, 20 kippen, werden er steeds meer, werden er een paar honderd. En uiteindelijk hebben we nu een stal met 9000 biologische leghennen. We doen dat bewust wel kleinschalig. Enerzijds hebben we ook beperkt land en doen we het biologisch omdat we in een kwetsbaar natuurgebied zitten. Maar vooral ook omdat we de verbinding willen maken met de zorg. En ik kan je vertellen dat dat pluimvee op deze schaal, dat er voor iedereen op elk moment van de dag, het hele jaar door, ook altijd iets te doen en te beleven is in of rondom de pluimveeschuur. Ik ben Marije, ik ben agrarisch coördinator op Boerderij Paradijs. Ik zorg voor de dieren, waaronder de 9000 biologische hennen die wij hier hebben. En dat doe ik samen met de mensen die hier komen voor dagbesteding. Wij monitoren vogelmeiden door goed naar de kippen te kijken. Elke dag als ik in de stal kom en ik kijk naar de kippen, ik kijk naar hun gedrag, naar de gezondheid, valt het me op dat ze meer zitten te dutten, dan denk ik, dan worden ze 's nachts wakker gehouden. Komt dat door de vogelmeid, kijk ik op alle plekken waar de druk het hoogst is en dan daarvan gaan wij bestrijden. Eén keer per maand hangen we de vallen op in de stal. 2 dagen later halen ze er weer uit. Dan vriezen we ze gelijk in, zodat de meiden doodgaan. De volgende dag halen we ze uit de vriezer om ze te tellen. Dit doen we door de meitenvallen leeg te gooien op een wit A4'tje. Als ik de meid heb geteld, dan spar ik altijd even met de dierenarts. Maar doorslaggevend is altijd wel het visuele beeld in de stal. Zie ik echt flinke proppen of het hoopt zich op, dan besluiten we om te gaan bestrijden. Wij gebruiken Insectosec. En we hebben de luxe van een elektrische rugpomp. En daarmee gaan we de stal door om alle gaten en kieren te bespuiten. Wij belanden de hele stal in één keer. We hebben 3 afdelingen. Die zijn wel van elkaar gescheiden, maar die bloedluis kruipt overal doorheen. Dus als we het in de stal hebben, dan zit het wel overal. De Insectosec, als we dat gebruiken, zijn we ongeveer wel 2 uur bezig om de hele stal door te gaan. Hoe vaak wij de stal behandelen, ligt eraan hoe hoog de druk is. Dat kan 1 keer in de 6 weken zijn, het kan dan in 1 keer 3 weken nog een keer zijn, omdat het dan toch wat sneller terugkwam dan we hadden verwacht. Maar het kan ook zo in 1 keer 8 weken, 10 weken duren voordat we weer gaan spuiten. En wij hebben de vogelmeid onder controle. Gelijk spuiten als je het gevoel hebt dat het te veel wordt. Het is gewoon een gevoelskwestie. En dat gevoel zit nu al goed. Dus als wij denken het wordt te veel, dan nemen wij actie. Ik zou collega pluimveehouders adviseren om je stal te leren kennen en te weten waar de meiden gaan zitten. Daarbij maandelijks monitoren helpt enorm. Wij hebben besloten om dat zelf te doen, uit kostenoverweging. Je krijgt er ook zelf meer feeling bij. En ja, snel handelen is belangrijk.